Ah, het einde van het antwoord. Het einde van het antwoord kloppen. Ah, ik dacht dat ik moest kloppen en dan. Oké, sorry. Piep, knip. Hey, ik ben Sonja en ik speel vandaag 5 seconds met... Philip de Winter. Geef mij 3 cafés in Antwerpen. Dat was nou echt gemakkelijk, hè? Maar de Engel, de Bengel, de Beest. Ah, het einde van het antwoord. Het einde van het antwoord kloppen. Ah, ik dacht dat ik moest kloppen en dan... Oké, sorry. Piep, knip. Geef mij 3 personages uit de Star Wars film. Darth Vader, R2-D2 en Chewbacca. Ik heb nog geen enkele Star Wars film gezien. Nee? En je weet toch Darth Vader, natuurlijk. Dat is de stoutrik, dat ben ik. In de politiek ben ik de Darth Vader. Geef mij 3 personages uit de Harry Potter films. Harry Potter zelf, natuurlijk. Geef mij 3 synoniemen voor geen commentaar. Dan moet je aan mijn woordvoerder vragen, daar kan ik nu geen antwoord op geven en ik bel u straks terug. Je kunt onmiddellijk in de politiek. Gebruik jij vaak manieren om geen commentaar te omzeilen als jij er niet op wil antwoorden? Ja, ik neem mijn telefoon niet op. Dat is de beste methode, heb ik geleerd. Maar zodra je de journalisten aan de lijn hebt, is het al om zeep. Geef mij 3 tunnels in Antwerpen. De Kraaibekstunnel, de Waaslandtunnel of de Konijnenpijp. En nog een derde, de Thijsmantunnel. Geef mij 3 personen met wie je nooit samen wil gaan eten. En de naam Philip de Winter is geen optie. Donald Trump, J.D. Vance en Laura Loomer. Donald is not amused, hè. We gaan hem hier in het midden laten staan. Voilà, kijk. Om u wat extra te ergeren. Geef mij 3 namen van tramhaltes in Antwerpen. Opera, Groenplaats, Centraal Station. Er zijn er ontelbaar. Ja, dat gedoe met die... Geef mij 3 frituursnacks. Een currywurst, een bitterbal en chicken fingers. Ik had bami gezegd, maar alleen goed, ja. Geef mij 3 films die iedereen moet kennen. Apocalypse Now zou ik zeker zien. Ik zou James Bond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enzovoort. Geef mij 3 Antwerpse lijsttrekkers. Philip de Winter, Jos Daze en Bart de Wever. Hè? Oh. Ik heb de score wel niet bijgehouden. Is dat belangrijk? Deelnemen is belangrijker dan winnen. Dat is de Olympische gedachte. Hè? Dus...